In 2014 werd de platenbus van Joep Schillings nog weggestuurd bij het cultureel terras De Kaai. Te veel mensen dansten, waardoor er brokstukken van de Waalbrug zouden vallen. Inmiddels heeft de platenbus een vaste draaiavond. Iedere eerste vrijdag van de maand in Steigercafé De Dok. Plaatjes vindt Joep vaak bij het Nijmeegs vinylarchief van Rob en Ellie in de Lange Hezelstraat. Ik ben jongleur geweest en ik had daarvoor een brandweerwagen. En daar deed ik al shows mee. Maar op een gegeven moment had ik besloten om niet meer te performen, niet meer op de voorgrond te treden. En ik dacht van, er moet iets gebeuren met deze bus. En ik dacht van, nou, ik had al platen, dus ik dacht, ik stop de platen erin. En 1 en 1 is 2, de platenbus on the road. Ik ben natuurlijk geboren Nijmegenaar, dus ik hang hiervan sinds mijn jeugd al rond. Ik heb die platenbus heb ik bedacht en toen had ik toen was het nog de tijd van Habana en toen heb ik ze opgebeld. Ik heb gezegd van ik heb een platenbus en ik wil ze graag bij jullie brengen en ik doe dat gewoon voor niks, want ik wil het gewoon uitproberen. En daar had hij wel oren naar, dat was Godfried in de tijd. En zo ben ik het gaan beginnen. Het sloeg gelijk aan. Van jongs af aan ben ik al een verzamelaar geweest. Ik heb al echt verschillende dingen verzameld. Ik heb sleutels verzameld, fietsbellen, van alles wat. En ook plaatjes verzameld. En nu komt dat goed van pas. Want de platen die ik toen gekocht heb, die kan ik nu draaien. Zonder dat ik toen wist dat ik er mijn brood mee kon verdienen. Dus dat is wel erg chic. Ik schuur nog steeds allemaal platenzaken af. En we hebben hier in Nijmegen natuurlijk goede zaken. Goede platenzaken, dus bij Rob en Ellie kom ik, bij de Kroesen, bij de Waaghals. Alle platenzaken loop ik om de zoveel tijd af om te kijken of er nieuwe vondsten zijn. Ik heb hier op de Kaai heb ik gewoon altijd goede tijden. Dan komt gewoon half Nijmegen bij elkaar en dan heb je zeg maar one big family. Die met z'n allen maken we gewoon een feestje. En dat zijn vaak memorabele feestjes. Ik zou nog wel eens een keer op het oer willen staan. En ik heb voorheen als zeg maar circusartiest performer heb ik wel daar gestaan. Maar met de platen is het nog nooit gelukt. Dus dat zou ik nog wel een keer willen.